Ik had een droom. Ik had een droom dat mijn eigen piano me zou ontmoeten aan het einde van de aarde. Ik heb een bijzondere vraag. Zou ik misschien een steen uit jullie achtertuin mee mogen nemen? Binnenkort vertrek ik vanuit hier naar een plaatsje dat Finisterre heet. Het einde van de aarde. Het huis waar jullie nu in wonen is het huis waar ik 25 jaar geleden ben geboren. Het was rond diezelfde tijd dat ik me besefte dat ik keuzes zo precies mag maken dat ik er gelukkig van word en dat ik het niet voor anderen hoef te doen. Er is zo ontzettend veel magisch samengekomen daar in Finisterre. Wat ik hier voor mezelf heb gemaakt is een ritueel van terugkomen. De wandelkleren die gaan uit. En de kleren van mij als pianist, die gaan weer aan. Als ik al die dingen die daar zijn samengekomen had moeten overzien voordat ik vertrok, dan was ik nooit vertrokken. En ik denk dat het zo is met wat voor avontuur je ook maar aangaat in het leven. Dat als je wacht totdat alle stappen duidelijk zijn voordat je gaat, dan ga je nooit. Dus stop met denken en ga. Dankjewel.